NAC met 37 punten. Tiende, 16 punten achter de directe promotieplaatsen. Die droom hebben ze al lang laten varen in Breda. Het gaat er nu om dat ze de play-offs halen. En dan misschien met een overdosis zelfvertrouwen en een goede vorm die lijn door kunnen trekken. Dan is deze week cruciaal. Zo voelen ze dat toch in Breda. En dan begin je uit bij Jong AZ. Kan NAC Breda die negatieve reeks met uitslagen doorbreken? Of zet AZ de lijn van 2024 gewoon door met pas één nederlaag? Zwakke trap van Deen. Die komt dan uit zijn doel en begaat dan geen overtreding. Is het orde van Hardeman. Nou, dan zijn we 20 seconden onderweg. En hebben we het eerste opvallende moment al gezien. Het was een beetje klungelig en roestig van Deen. Eerst al die uittrap. Die vol op de kont van Omba belandt. En dan maakt hij inderdaad een goede save. Maar wel met risico. Die is wel wakker nu. Omarsson jaagt door op Penetra. Nou, daar komt Deen weer. Met een moeilijke uittrap neemt hij toch veel risico. De wind. Nou. Je zou zeggen hij is wakker, maar in 2 minuten tijd ziet het er toch 2 keer niet al te stabiel uit. Weer een flinke draai. Dan wordt hij daar uit het doelmond weggekopt nog. Het is Koster die het probleem voor Jong AZ oplost. Is dit wat aan de korte kant? Jazeker, Poku kan er vandoor. Poku! En dit is een vrijwillige buiteling. En je ziet aan de reactie van Poku dat Harderman dit uitstekend heeft beoordeeld. Veel te korte terugspelbal. Poku maakt het zichzelf alleen lastig. En probeert dan nog de scheidsrechter te misleiden. En slaagt ook niet in die opzet. Omba. Handigheidje. Omarsson. Zijdeju. Nog altijd Zijdeju. En daar is de kans voor NAC Breda. Gekeerd door Deen. Ook de ploeg uit Breda heeft van zich laten horen. Het heeft even geduurd, maar eindelijk creëert NAC dan een kans op eigen kracht. Individuele actie, Zijdeju, de redding van Deen. Poku. De Portugees, dit is een handige actie, Esteves. En die puntert hem voorlangs. Een Portugese punter. Maar niet met een doelpunt tot besluit. Esteves, die toch wel een aantal aardige acties heeft getoond. Doet dit ook weer zeer fraai. Die zorgt toch wel voor wat verrassing. Esteves, is hij weer. Esteves, oh, wat een knal zeg. De man van de eerste helft. En Korsmit, die deze ziedende poging toch weer te keren. Zijdeju. Dendert Lucas er weer buitenom. Kan hij weer binnen door. En dan gaat daar de bal op de stip. Op slag van rust. Een strafschop voor NAC Breda. De overtreding op Oldroep Jensen. En is dit tamelijk ongelukkig van de man die wel te laat is in dat duel. Posma. Janosek, feilloos. 1-0 NAC Breda. Op een, zoals dat zo mooi heet, psychologisch fijn moment. Kort voor de rust. Zeefuik. Sterke lichaam. Schudt die Martina van zich af. Lucassen vangt hem op. Overtreding van de rechtsback.
en pijn bij Zeefuik. Duidelijk hoorbaar. Lekker plekje om gevaar te stichten. Kaasjes moet dat gaan doen. En die doet dat ook wel. Hij zit erin. Een fout van Kortsmit. En zo Jong AZ op gelijke hoogte. Frustratie bij de doelman van NAC Breda. Weer niet de nul. En dat heeft hij nu echt aan zichzelf te wijten. Geen excuus. En direct het besef dat hij hier de mist in is gegaan. Er is kant en plaats om daar een actie te maken. En Esteves verliest dan ook de bal. En de bal valt voor Omba. En dan zijn de druiven gigantisch zuur voor de Portugees. Die boos is dat er niet gefloten wordt. Maar NAC leidt. Ja, er gaat ook weer niet zo heel veel mis daar. En dan valt die bal met wat geluk voor de voeten van Omba. Lucassen, Janosek. Overtreding op Janosek. Een vrije trap voor NAC. Janosek geeft hem gewoon voor de goal. En daar werkt Van den Berg binnen. Weer een geslaagde vrije trap van Dominic Janosek. Dit is echt een heerlijke bal. Op topsnelheid waar je eigenlijk alleen maar tegenaan hoeft te lopen. En dat doet Van den Berg uitstekend. 3-1 voor NAC. Na drie kwart wedstrijd. Benetra. Van den Berg. En daar is nog de kans op de 2-3 die ook valt. En dan wordt het dus toch nog spannend via Poku. Als Van den Berg die lange bal verkeerd inschat en dan vooral verkeerd verwerkt. En gaan we nog een spannende slotfase tegemoet met hulp van NAC. Hoeveel tijd komt er extra bij? Hij gaat naar zijn rechts. Gerald gaat het proberen, maar het is een wat wilde poging. En daarmee lijkt het ook wel verkeken de kans voor Jong AZ op nog een gelijkmaker. Afgelopen, NAC Breda maakt een einde aan een reeks slechte resultaten. Wint voor de tweede keer in 2024. En al met al komt de zegen NAC toe. Het was Jantje Lacht bij de 1-3. Jantje huilt bij de 2-3. En Jean-Paul van Gastel die als laatst lacht